De opvallende groene Fiat 500 is weer terug in het Gelderopse straatbeeld. Het kunstwerk Grenzeloos is teruggeplaatst en in ere hersteld. Het autootje werd weggehaald van deze plek vlakbij het Weverijmuseum. Door een foutje stond het kunstwerk plots in een opslagloods tot woede van bewoners en de Gelderopse politiek. De toenmalige wethouder beloofde vervolgens dat het weer teruggeplaatst werd na de zomervakantie. Dat is nu gebeurd, en zie hier het resultaat.